Ja, want zojuist ongeveer een uurtje geleden is bekend geworden dat Jaap Stam opstapt bij Feyenoord als trainer. Na een aantal maanden, de man die tekst en uitleg gaat geven, staat nu naast me. Ad interim technisch directeur Sjaak Troost. Sjaak, waarom? Hoe zijn de laatste 24 uur verlopen? Je moet eigenlijk denken aan de laatste week. Ik had begin deze week een gesprek met Jaap, een goed gesprek. Uitte wel een beetje zijn zorgen over van kan ik wel brengen of breng ik genoeg zeg maar om Feyenoord beter te kunnen laten voetballen. Dat gesprek eindigde eigenlijk heel plezierig, dus ook met vol vertrouwen. En tot vanmiddag, toen meldde hij toch dat hij het niet meer zag zitten had ook de hoop niet dat het beter zou gaan worden. En dat kwam dus aan als een verrassing? Dat kwam aan als een verrassing, ja. En toch wilden jullie eigenlijk wel met hem verder, op basis waarvan? Want zo goed ging het de laatste maanden niet. We hadden dan nog wel het geloof hebben, ook in de groep. Wij denken nog steeds om de kwaliteit te hebben. Op het moment dat je de wind tegen hebt. En zelfvertrouwen is een belangrijk item in de voetballerij. Dat doet mensen wel eens talenten struikelen over de bal. En als ze in de vorm zijn, zijn het tovenaars. En het proces zeg maar binnen een groep met vol vertrouwen. En de kwaliteiten die wij hebben, blijf ik er nog steeds in geloven, dat we gewoon voldoende kwaliteit hebben om in ieder geval wel beter te presteren als we allemaal gedaan hebben. Wat voelde Jaap Stam? Ja, dat is moeilijk. Dat zou je hem zelf moeten vragen. Zouden we heel graag willen doen, maar jij bent toch gesproken? Jawel, maar ik ga niet iets vertellen zeg maar, wat hij en ik zeg maar, samen bespreken. Dat vind ik ook niet netjes. Gewoon tussen ons. Hoe nu verder? Komt er een ad interim trainer? Hoe gaan de komende dagen, weken verlopen? Het is natuurlijk een hele hectische middag geweest waarbij je eerst nog even moet een beetje landen. En dan ga je kijken en dan ga je praten nog. Vanaf morgen gaan we gewoon vol kiet gaan we op zoek naar een opvolger. Toch hè, dat van Jaap Stam, dat dit zou gaan gebeuren. Kon je dat niet lang van tevoren zien aankomen? Nee. Nee? Nee. Ik kan niet zeggen dat ik weken geleden dacht van, dat wordt een heel moeilijk jaar voor Jaap of voor Feyenoord of voor mij. Nee. Maar je zag het wel elfde wel kwakkelen natuurlijk. Ja, maar toch ook, kijk, je kan het altijd negatief benaderen. Maar ik heb ook wedstrijden gezien die compleet afgezaagd werden. Waarbij ik ook momenten en periodes in een wedstrijd heb gezien waar ze wel hebben laten zien dat ze kunnen. Dus ik hoop dat jij dat ook gezien hebt. Zeker, maar de wedstrijden waarin dat niet aan het licht kwam, die overheersten. Ja, dat kun je zeggen, maar daar denk ik iets anders over. Maar 12e kan toch niet voor Feyenoord? Daar ben ik heel met je eens. Ja. De naam van Dick Advocaat zinkt al een tijdje rond. Hebben jullie contact met hem gehad of heeft hij misschien zelf contact gezocht? Nee, ik ga ook helemaal niet speculeren op namen, dat laat ik aan jullie over. Ik bedoel, we hebben nu even dit moment zeg maar genomen om een toelichting te geven over het vertrek van Jaap. Uh-huh. En daar wil ik het ook wel bij laten. Ja. Wat is de werkwijze nu? Eerst een trainer of eerst een algemeen directeur of een technisch directeur? We zijn achter de schermen überhaupt al lang bezig met het creëren van een voltallige selectie. En dat zal niet binnen enkele maanden, maar zeker binnen enkele weken, zal er een nieuwe directie gepresenteerd worden. Binnen enkele weken? Ja. Frank Arnissen, vraagteken? Nee, ik zeg je dat binnen enkele weken gepresenteerd wordt. Okay, maar die is al gevonden, zo goed als. Dat mag je zeggen. Nee, ik vraag het, vraagteken. Ik zeg het niet. Simpel is, jij mag vragen en ik zeg van niet. De komende tijd, wie zit er dan zaterdag of zondag op de bank bij VVV? Vooralsnog hebben we sowieso de huidige technische staf. Inclusief Bakati? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou maar kunnen, omdat dat allemaal nog niet zeker is. Okay. Ik bedoel, we zijn zo netjes geweest om even zeg maar vanuit de hectiek wat er allemaal komt, jullie te woord te staan. Mm-hmm. En ik hoop dat je dat respecteert. Okay. En ik hoop ook dat je respecteert dat ik het hierbij wil laten.